Oh, wauw. Hanna, heb je wat zakgeld voor me, alsjeblieft? Julian, ik ben hier op een date met Filip. Kan je dat niet zien? Hey Julian, is er iets? Is er een probleem? Ach, Filip, waarom praat je nou tegen hem? Dat moet je niet doen. Nou ja, een broer van mijn vriendin, dat is familie van mij, toch? Nou, wauw, Filip, dank je dat je zo aardig bent. Nou ja, natuurlijk ben ik aardig. Waarom zou ik niet aardig moeten zijn? Ik bedoel, je bent een soort van ook wel mijn broer, toch? Filip, je gaat veel te ver. Alsjeblieft, kan je op mij focussen en niet op Julian? Jeetje. Hanna, ik wil gewoon wat zakgeld. Heb je wat geld? Kan ik wat lenen? Alsjeblieft. Nee, Julian, als je wat leent, geef je het nooit terug. Waarom zou ik je weer wat moeten uitlenen? Dat kan toch niet? Ja, nou ja, ik heb gewoon geld nodig, oké? Ik heb geld nodig voor speelgoed. Alsjeblieft. Nou, deze keer zal ik het niet geven, Julian. Je moet gewoon een eigen manier vinden om het geld te krijgen. Ik bedoel... Ach man, dan... het is goed dan. Oké, dan ga ik het zelf doen. Ach man, Julian is altijd zo vervelend. Ach, als hij maar niet van Emma gaat stelen. Hij heeft nooit geld. En hij steelt het ook altijd van mij of van Emma. Ach man, ik wil gewoon wat leuks doen. Waarom mag ik niet wat geld? Jeetje. Laat eens even kijken. Misschien heb ik daar iets. Emma heeft vast wel wat geld, maar ik wil weten waar ze het verstopt heeft. Misschien hier of hier? Oh man, even kijken of het hier zit. Even kijken. Waar kan het nou zitten? Of hier. Hey Julian, wat ben je nou aan het doen? Ja, inderdaad. Hij heeft alles overhoop gehaald. Ja, dit doet hij dus altijd, Filip. Dit is zo vervelend aan het uitlenen van geld. Ja, maar inderdaad. Hij steelt het nu ook gewoon. Dit is wel heel vervelend, ja. Ach, Filip, weet wat? Laten we ons niet mee bemoeien. Pap, ik heb een goed idee. Ik wou er niet mee bemoeien, maar ik denk dat we beter een grap kunnen uithalen met Julian en kijken of hij dan geen geld meer steelt. Een grap? Nou, dat vind ik een goed idee. Julian moet beter leren met zijn geld om te gaan. Oké, ik heb een goed idee met Orbi. En ik heb een goed idee dat we oom Steven bellen en dat we hem laten helpen met een parcours. Een Roblox parcours. Dat is een goed idee. Ik zal hem ook gelijk bellen. Ik zal zeggen wat hij moet doen. Oké, Filip, jij gaat mij helpen. En we gaan deze grap goed maken, zodat Julian helemaal bang wordt. Oké, is goed. Zullen we het doen dan? Ja, ik hou ook eigenlijk helemaal niet van Orbi's. En vooral niet de LOL surprises. Ach, wauw. Nu heb ik €50. Goed gedaan. Oké, dan kan ik al mijn spelletjes kopen en hoef ik niet naar de speeltuin. Wat is dat nou? Oeh, zo afgrijzelijk. Hey Julian. Nou, we hebben een challenge voor jou. Als je deze LOL Surprise Challenge wint, dan zou je veel geld kunnen verdienen. Of je moet al je geld teruggeven als je verliest. Dit is het parcours en laten we eens kijken of je het kan halen. Wat? Een parcours? Nou, ik sla nooit een uitdaging af, dus ik ga het zeker doen. Nou, is goed. Dan moet je beginnen met het eerste deel van het parcours. En als je verliest, is het geld weer weg. Inderdaad. Dat is per slot van rekening het geld van je zus. Dus je moet het wel teruggeven, toch? Ach, Filip, je raakt uit karakter. Dat moet je niet doen. Oh ja, ja, precies. Nou, begin maar alvast, jongeman. Oké, nou, ik hoop van zegen. Ik ben hier supergoed in, dus ik ga zeker winnen. Zo. Kijk eens. De eerste was super makkelijk. Tweede. Oh man, hij doet dit wel goed. Wat als hij wint? Zo, dan ga ik overspringen op de volgende en de volgende.
dit is hartstikke makkelijk. Nou ja, dachten jullie echt dat dit moeilijk zou zijn voor mij? Zo. Ach, deze is wel een beetje lastig. En deze ook. Oeh. Zo, laat ik even kijken. Ik denk dat hij het niet gaat halen, toch? Oh, wauw, ik heb het gehaald. Ik heb een idee. Misschien kunnen we de vloer straks lava maken. Dat zal hem wel laten verliezen, toch? Zo, over deze. Oh man, ja, ik zou het niet weten eigenlijk. Ja, inderdaad, ik ook niet. Doe, ik ben bijna bij het einde van het parcours, jongens. Niet zo snel, dit is alleen de bovenste verdieping. Je hebt nog de onderverdieping om te gaan. Kijk eens, een gigantische glijbaan. Kijk of je er overheen komt. Oh man, een glijbaan, dat is een eindje. Zo, kijk eens, dit wordt super makkelijk. Ja, maar heb je wel gekeken naar waar de glijbaan stopt? Daar moet je op zien te komen, anders kom je in de lava terecht. Zou je in de lava weer terechtkomen? Als het te hard gaat, dan misschien wel. Oké, nou dat is wel een challenge, ja. Laten we kijken. Ja, even kijken. Gaat het je lukken of niet? Zo. Oké, ik ben erop. Oeh, bijna in de lava. Net nog gered. Zo, oké. Nou, dan moet ik nu naar de laatste ronde zeker. Oh man, ik heb het gevoel dat hij het net gaat halen. Ik ben echt bang, Filip. Oké, nou de volgende ronde. Hup, pap, wat doe jij daar nou? Ik doe niet mee, Julian. Ik kijk gewoon een cv-serie. Oh man, je kon me gewoon helpen. Zo, oké, dan moet ik hier overheen komen en daar overheen komen. Zo. Zo. Hierop. Zo, en dan nog hierop. Oh man, hij gaat het halen. Hij gaat het halen, denk ik. Oh man, wat doen we nu? Zo, dan moet ik nog hier overheen zeker. Ja, nou ja. Probeer er overheen te gaan zonder in te vallen dan. Ja, zonder in te vallen, oké. Okay. Ach, ik ben er wel ingevallen. Nou ja, dat is niet genoeg reden om te disqualificeren. Dus ja, je mag nog doorgaan, jammer genoeg. Oké, zo. Ik ben er bijna overheen. Hierop. Oh man, gaat hij het halen? Gaat hij het halen? Ik denk het niet, Filip. Ik denk dat de laatste ronde een beetje te moeilijk is. Wauw, nou, dit heb ik gehaald. En nu? Wat nu? Nu moet je de juiste kleuren lippenbalsem bij elkaar zetten. De juiste kleuren lippenbalsem, dat is een eitje. Ja, de binnenkant moet dezelfde kleur zijn. Welke van de twee hebben dezelfde kleuren? Laat ik even kijken. Dit kan ik natuurlijk alleen gokken. Ik zal deze openen en de andere. Laten we eens even kijken of we het goed hebben of fout. Ja, inderdaad. Ik hoop dat hij het fout heeft. Zo, ik heb hier dit. Oh man, ik heb het fout gedaan. Nee. Ja, je hebt het fout gedaan. Dat betekent dus dat je die 50 euro terug moet geven. Nee. Het is nog niet afgelopen. Oh man, hier zit niks... Ach, nee, dit klopt niet. Ach, nee. Nou, dat betekent dus dat je hebt verloren. Dat was het dan. Oh man, dat kan ik niet geloven. Moet ik nu echt de 50 euro teruggeven? Dat kan toch niet? Ik wil de 50 euro niet teruggeven. Kijk, hier zit ook niks in. Nou, er zit inderdaad niks in. Je focust op de kleuren, maar je moet je focussen op de objecten die erin zitten. En die zitten er niet in. Je hebt 3 keer gekozen. Oh man, hier is het geld. Ach man, ik ga wel naar het speeltuintje. Ik roep pap wel mee. Pap, kom je ook mee? Oh wauw, we hebben echt gewonnen van Julian. Ja, inderdaad. Normaal ben ik nooit van Julian, maar deze keer wel dus.
Ach man, ik vind het sowieso stom. Die stomme poppetjes en het stomme spel. Ik wil gewoon leuk naar de speeltuin. Ja, is goed, Julian. Ik kom wel met je mee. Maak je geen zorgen. Oh man, ik vind het echt heel fijn. We zijn Julian te snel, te slim af geweest. Ja, inderdaad. Nooit gedacht dat dat zou gebeuren. Dat die dag ooit zou komen. Nou ja, alles is dus mogelijk.